Nou, het kostte in mijn tijd, maar dan heb je ook wat. De molen staat weer in elkaar. En ik ben zelf best wel tevreden met het resultaat. Nou ja, als hij net zo mooi loopt als dat hij eruit ziet, dan gaat het helemaal goed komen natuurlijk. Dit is alweer het einde van deze video. Volgende keer zal ik zeker in de gaten houden, want, nou ja, wat is natuurlijk een logische vervolgstap? Die molen erin zetten natuurlijk. Gaat mooi, radiateurtje er al uit, hele bult slangen. Kijk, stukje een beetje komen er wel. Dit nog, uitlaat wou niet meewerken. Dus die heb ik gedemonteerd met de tol. Maar doorgechakt, komt toch een andere uitlaat onder. Ja, meer ruimte is meer beter. Ik ben nu druk bezig met al de onderdelen van de oude motor en de Manta eruit te bouwen. Ik vond dit trouwens nog wel een leuke vergelijking hier met de oude carburateur van N-motor. Dat is een Solex PDSi. Tja, verschil moet er wezen. Die is letterlijk 2 keer zo groot. Mooie upgrade zou ik zeggen. Houden die dat bakjes. Onderaan is alles losgekoppeld. Uitlaat, koppelingskabel, snelheidsmeter, stekkertjes, noem het maar op. Er is gewoon ruimte nu. Yep. Dus ja, nu de motor eruit trekken. Maar het wordt nu wel redelijk donker. Wat zeggen we morgen doen? Zo, dat giet voor mij toch redelijk volgens plan. Motor is los. Pak is los. Straks nog een laatste stukje eruit. Super fijn takeltje. Klein detail. Uh-oh, de bakolie. Ja, dat was misschien toch handig geweest om die hem af te tappen. Ah, zijn maar de klinkers van de gemeente. Die lossen dat wel later weer op. Zo, nou dat was letterlijk 2 minuten later. En de motor is eruit. Haha, vandaag de nieuwe er nog weer in. Voor mekaar. De bult met onderdelen wordt kleiner, al motorblokkie. Nieuwe motor zit er alweer in, aangesloten. Bakolie erin, aandrijfas zit er alweer onder. Dat gaat helemaal goed. Straks nog een compressietest en dan probeer het te starten. Nou, ik heb nu de motor nog een weer gedraaid. Zodat de rotor overeenkomt met het puntje voor nummer 1. Ja. Dus dat was nog weer een stukje verder op de krukas, zeg maar. En nou, als je daar naar binnen kijkt, zult het slecht te zien. Maar in ieder geval, nu zijn bolletje en pijltje wel in zicht. Dus lijkt mij goed, toch? Hij zal toch eerst een heel stuk moeten draaien voordat hij het gaat doen. Ja. Thank you.
dus. Maar behoorlijk stromberoerd. Er staat natuurlijk geen uitlaat bij onder. En dus heb je niet genoeg tekendruk. Dus dat liep allemaal niet zo lekker. De ontsteking moest gesteld worden in de carburateur. Maar voordat dat gebeurde kon, moest ik dus eerst die uitlaat eronder knutselen. En dat zien jullie nu. En uitlaat zit eronder, dus de motor loopt meteen een stuk rustiger. En nu was het dus tijd om de carburateur te stelden en dat doe je met twee schroeven. CO schroef om mengsel te regelen en de stationair schroef waarmee je het stationaire toerental instelt. Nou, en dat geeft als resultaat dat de motor mooi rustig loopt. We hebben natuurlijk nou een S-motor aan boord. En wat zou nou een mooi afwerkend detail zijn? Precies, een dikke sticker. Die komt mooi achter op de auto. Ga hem er maar eens op plakken. Nou, ik denk dat het heel mooi is met die dikke groepen en die glas. Ja. En, boah.